Minister Opstelten ligt opnieuw onder vuur. Hij zou de Kamer onjuist hebben geïnformeerd over de deal met drugscrimineel Kees H. Een politieke doodzonde. En dus ruikt de oppositie bloed. Nu komt hij de laatste tijd al over als iemand die de Max Geheugentrainer niet meer aan kan. Laat staan dat hij onze veiligheid kan garanderen. Ja, en nu ook nog dit soort verhalen. Ja, het is toch gewoon afgelopen. Dat moet het echte debat uitwijzen. Ik vind dat de minister nou de kans moet krijgen om echt alle laders binnen het ministerie open te trekken. Om te kijken waar is nou dat bonnetje gebleven. Het is heel merkwaardig dat hij hier heeft gezegd 2 miljoen is het. En dat is de informatie die ik heb nagecheckt. Daar moet u het mee doen en u moet mij vertrouwen. Dan wordt er onderzoek gedaan binnen het OM. En dat levert niks op. En er komt nu zeer gedetailleerde informatie naar buiten die zegt, nou, het was toch anders. Ja, dat is problematisch. Wordt het niet gewoon tijd dat meneer Opstelten aan de Zweedse puzzels gaat? Nee, wat mij betreft niet. Een bewindspersoon waar wij vertrouwen in hebben. Ik vind het ook een karakteristiek persoon. Het is ook boeiend om het debat met hem in te gaan. En ja, je moet gewoon stevige vragen stellen en kijken of je voldoende antwoorden krijgt.